Hi, Sjoerd van Bach's Music. Vandaag wil ik je de Sennheiser XS Wireless 1 draadloze microfoon laten zien. Het is een set die bestaat uit een ontvanger, een super lichtgewicht kastje, mooi mat zwart aan de voorzijde. En een handheld draadloze microfoon met een cardioïde richtingspatroon. Voor degene die het willen weten, cardioïde betekent dat er aan de voorzijde het geluid wordt opgepikt. Aan de zijkant en achterzijde wordt het genegeerd. Daarmee ligt de focus op. De geluidsbron, en in dit geval is dat bij voorkeur de stem. Voor zang of voor presentatie. Sennheiser staat natuurlijk bekend om de super degelijke kwaliteit van hun materialen die ze gebruiken. En ook van alle draadloze systemen. Zij hebben betaalbare systemen, en daar is deze XS Wireless One er een van, tot zo duur als je het maar wil maken. En daarmee zijn zij natuurlijk wel een hele bijzondere en een hele belangrijke specialist op dat gebied. Deze draadloze set. Die werkt op de 821 tot 832 megahertz plus de 863 tot 865 megahertz. Moet even spieken, want uh, dat zijn natuurlijk twee frequentiegebieden. De eerste, de laatste, is de ISM-band en de eerste die ik noemde, dat is de uh, band gap, de duplex bandgap. En dat, daarmee zit hij tussen twee frequentiegebieden in die niet te gebruiken zijn in Nederland, maar deze dus wel. Deze is niet alleen in Nederland te gebruiken binnen die frequentieband, maar ook in België en Frankrijk bijvoorbeeld en in nog veel meer Europese landen. Maar dat zou je even moeten bekijken. Voor Nederland en België in ieder geval en voor Frankrijk grotendeels is de Sennheiser XS1 Wireless eh, super te gebruiken. En dan krijg je dit. Nou, hoe ga je hier nou mee aan het werk? De ontvanger die heeft de mogelijkheid van acht banken van tien frequenties per bank. Oftewel 80 mogelijke plekken, frequenties, binnen dat hele frequentiebereik waar die gebruik van kan maken. En daarmee moet het mogelijk zijn om een vrije frequentie te vinden waar je geen interferentie hebt van andere handheld-senders of uh, beltpacks of wat dan ook. Hoe gaat het nou in zijn werk? Nou, heel eenvoudig. Je moet de ontvanger aanzetten op deze manier. En dan kun je handmatig een band kiezen, maar je kunt ook zeggen ik laat hem zelf scannen. Dat doe je door dit in te drukken en dan gaat hij vanzelf, kijk, nou, dan vindt hij 10. Nou, dat vind ik dan een prima, want hij zal het wel beter weten dan ik. Maar nu heb je nog iets te doen, namelijk de microfoon moet gesynchroniseerd worden met deze ontvanger. Want anders heb je er niks aan. Deze microfoon die werkt overigens op twee AA batterijen. En zoals dat altijd is bij Sennheiser, worden er keurig twee batterijen meegeleverd. Hier aan de onderzijde een, bevindt zich een heel klein lampje. Als je dat indrukt, gaat die groen branden en daarmee zet je de microfoon aan. Hier helemaal aan de onderzijde, dus de antenne, daar zit een sync-knopje. Nou, wanneer je dat voor de ontvanger houdt en je drukt dat knopje in, dan ga je hier zien dat die gaat afwisselen. Kijk. En wat je dan doet, is dan druk je hier op sync. En wanneer dat groene antennetje verschijnt, dan weet je dat ze gesynchroniseerd zijn. Dan kun je ook hier in het schermpje van de microfoon zien dat die op 10 staat. Oftewel bank 1, band 0. Wat je ook kunt zien hier is hoe vol de batterijen nog zijn. Nou, in dit geval heb ik ze er net een nieuw ingestoken, dus ze zijn vol. Wat ook fijn is, omdat een handheld microfoon vaak dikker is dan een gewone andere bedraden live microfoon, wordt deze statiefadapter meegenomen, die microfoonclip. Dan kun je die op gewoon op elk microfoonstatief monteren en dan weet je zeker dat jouw handheld microfoon stevig op het statief staat. Belangrijk is natuurlijk dat het niet heel gebruiksvriendelijk is, want dat is het. En dat is Sennheiser eigen, maar dat het ook goed klinkt. En ik denk dat dat ook Sennheiser eigen is. Om jou dat te laten horen ga ik nu door die microfoon praten en dan hoor je de kwaliteit van de microfoon van Sennheiser. Het geluid wat je nu hoort is van deze cardioïde microfoon van Sennheiser. Een degelijke microfoon die ook echt fijn vasthoudt. Hij is niet te zwaar, hij is eigenlijk precies goed van gewicht en uh, hij houdt lekker vast. Dan kun je een hele avond presenteren of een hele avond zingen zoals je wilt. Deze draadloze set, de XS Wireless 1, die werkt op twee frequentiebanden. Of eigenlijk een heel breed frequentiegebied, moet ik eerlijk zeggen. We hebben de duplex gap en dat is van 821 tot 832 MHz. En de ISM-band en die werkt op de 863 tot 865 MHz. Hij heeft acht banken van 10 frequenties, dus 80 frequenties waar hij uit kan kiezen of waar jij uit kunt kiezen, want het kan ook handmatig. En daarmee valt er altijd wel een vrije frequentie te vinden waarop je je set kunt laten werken. Wordt geleverd met statiefadapter, microfoonclip om je handheld microfoon in te klikken op het statief. Mocht je nou meer willen weten van deze uitstekende draadloze set, dan klik je hier. Of daar, en dan kom je direct op de productpagina terecht. Dan kun je hem gelijk bestellen. Kijk even wat je eventueel mee wilt bestellen bij de accessoires. Zoals een statief bijvoorbeeld of een XLR-kabel. Want uh, je moet wel met een XLR-kabel, een microfoonkabel van de ontvanger naar je mengpaneel. Dat kan ook met een jack-kabel, maar dan heb je een ongebalanceerd signaal. Dus kijk even bij die accessoires, die bestel je even makkelijk mee als de set zelf. Vond je dit een leuk filmpje? Dan zien wij heel graag dat blauwe duimpje. En deel het met je vrienden, hè? want iedereen moet weten dat dit een betaalbare kwaliteitsset is. En als je geen enkel filmpje meer wilt missen, dan word je abonnee van ons YouTube-kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer.